natuur nog nooit genoten als hier op woonte in de Achterhoek. Maria Hoeve heet het hoge huis. Mijn naam is Marcia Zuzitski. Ik woon hier samen met Lore en Mila. Dat zijn onze kinderen van 3 en 5. En met Harald, mijn man. En het gedicht heet Welkom. En het is uit de bundel Osmose. Dat heeft hij, die heeft hij geschreven voordat hij hier kwam wonen. En ik vind het wel mooi gedicht. Ik hang mijn jas op aan de kapstok naast de deur. En blijf in mijn geluk verzonken staan. Hier vallen van mij af getal en kleur. Waaronder ik bij vreemden moet bestaan. Vermenigvuldigd tot oneindigheid en teruggebracht tot ongebroken licht, ga ik naar binnen toe, je breidt je armen uit, terwijl je kust, liggen je ogen dicht. En we zitten zeg maar nu in de kamer en hierboven was zijn werkkamer. Schaarste beleven. Jezus schreef in het zand. Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in het zand. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten. Verzonken in de woorden van zijn hand. De schriftgeleerden, die hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw, van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de schriftgeleerden stonden aan de kant. Zondig niet meer, zei hij. Ik oordeel niet. Ga heen en luister. Luister naar het lied. En hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur en brandden in de blos waarmee zij heen ging. Als een kind zo licht. Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. Honte. Vlak voor de ramen staat het boomtheater. Insecten trekken strepen langs de ruit en vlinders buitelen op elkanders buit. Een dikke duif vliegt in de groene krater. Van bladeren, een duiker onder water. En komt hij later even oud weer uit. Het leven, tegen dit decor gestuit, wordt speeltoneel, terwijl ik kijk en staat er. Ik heb van de natuur nog nooit genoten als hier op woonte in de Achterhoek. Maria Hoeve heet het hoge huis. Hier krijgt het ogenblik voldoende grootte en achtergrond. Een eeuwig open doek voor de verbeelding van het paradijs. Ja. Tweede stroven, dan spreek je van het leven tegen dit decor gestuit. Hè? Dus het woord uit de toneelwereld. Het woord speeltoneel, dat wordt gewoon. Terwijl ik kijk, ik sta er, ik heb van natuurlijk nooit genoten hier gewoon lachen, maar hier hoef je het over. Hier krijgt het ogenblik voldoende grootte en achtergrond, staat het weer, decor, achtergrond, en dan komt het prachtig, een eeuwig open doek. Hè? Dus een open doekje, ja. Die toneelterm voor de verbeelding van het paradijs. Ja. Maar de vraag is inderdaad of het voor hem
wel zo'n paradijs was. Ja. En Nijhoff vervolgde, Achterberg behoort niet tot de mensen die men in hun kamer aantreft. Hij heeft, terwijl u naderde, van zijn balkon u reeds begroet, is naar beneden gesneld en naar buiten gekomen om u tegemoet te treden. Hij heeft u, al sprekend over dichtkunst, zijn huis binnengeleid en gaat u voor op de trap. Boven, zegt hij, wacht zijn vrouw met thee en speciaal in nedergebakken koekjes. Hierboven, zeg maar, is dus, was zijn werkkamer. Dus ik heb hier, dit is een foto, zeg maar, deze foto is heel erg van de stof. Dat is daar gemaakt, in die hoek, dus hij keek ook naar die kant als hij aan het werken was. Dus niet aan de voorkant, nee. Ja, dat is altijd een grote vraag, want heel veel mensen, want er stonden namelijk twee grote rijen populieren hier voor het huis, toen. Ja. En heel veel mensen zeggen, dat is het boomtheater, maar als ik het gedicht lees, en de duif zit in de krater, dan vind ik dit, zeg maar, dit bosje meer... Het boomtheater, ik weet het niet. Ja. Beneden wonen de, zeg maar, de eigenaar van het huis, de boer. Oh. Ja. En, dus die heeft gebouwd? Is dat, ja, die hadden het gebouwd. Het waren zo'n Duitse familie, Oosterhaus. Daarom heet het ook het laantje van Oosterhaus. En die hebben het huis in 1905 gebouwd. En die hebben eigenlijk, totdat wij het kochten, heeft die familie eigenlijk altijd gewoond. Okay. Die hadden geen kinderen. En hij ging ook samen met, hij was ook een beetje, Gert Achterberg was ook altijd een beetje jaloers op de boer, want die dronk ook ontzettend veel. En die kwam dan s'nachts met de trekker, zeg maar, hier dat oprit op en dan zei hij tegen, schijnt hij tegen Katrien te zeggen van, nou hij wil, weet je wel, hij mag het wel. Maar want zij wilde hem dan, dat hij niet dronk, want dat was kennelijk ook niet heel erg goed. Dus niet voor niemand goed natuurlijk als je zoveel drinkt, maar voor hem helemaal niet. Ja, dus beneden was gewoon, Dus vandaar ook die trap, zeg maar, daar omhoog. Die hebben ze, want dit was wel, zeg maar, de originele, waar het origineel was. En dit was helemaal dichtgetimmerd toen wij hier kwamen. Oh, maar de trap ging aan de andere kant omhoog. Ja, omdat ze, zeg maar, vanaf toen was het huis, hoe heet dat alweer, had? De bovendieping was gevorderd door de gemeente. Er stond zijn bureau en hij zat hier, zeg maar, te werken. Allemaal boekjes hier. En hij keek dus daar, zeg maar, naar buiten als hij zijn gedicht schreef. Wie slapen hier nu op dit moment? Mijn dochter slaapt hier nu. Hoe heet die? Lore. Hoe oud is die? Die is 3. Ik denk ook dat ze hier sliepen. Dat het tevens een slaapkamer was. Want die kamer hiernaast, heb ik het idee dat dat daar niet... Dat was niet zo. Ja, zie je de duif? Ja, dat is 750 jaar. En hier hebben we wel een poster. In ieder geval zijn toen foto's genomen toen hij de PC Hoofdprijs had gekregen. Dat was hier. Hij staat hier op het balkon. Met zijn bundel, een sigaret natuurlijk. Ja. En dan zie je hier die vitrage is een beetje wat. Ja. Hier zijn we nog aan het werk. Heel stof van met boeken, maar ook dit, zeg maar. Dit zijn roomboterdoosjes. Maria Hoeven, prima roomboter. En echte rietjes in Duits zeg je ook strohalm. Maar dat waren echt van die strooien. Dit waren twee meidenkamers. Maar dit waren wel iets kleiner, want er zaten kasten daar. En dit hebben wij nu doorgebroken, maar het is nog niet af. Kun je er even dit voor lezen, dat is zo mooi. Ja, Valkhof, ik weet niet of je die kent. Ik ben een beetje verzamelaar van het Nederlandse lied. Ja, Valkhof heeft onder andere geschreven Diep in mijn hart. Dat ken je nu helemaal. Maar hij heeft toen een lied geschreven dat ik ben verliefd op de keukenmeid. Dat kon vroeger al. Dat zong mee gewoon. Serieus ben verliefd op... Nou, dat was een lied, een amusementslied. Ben verliefd, en dit past ook een beetje in diezelfde sfeer, bedoel ik, van ben verliefd op de keukenmeid. Dit heet Werkster. Zij kent de onderkant van kast en ledikant, met de bekaas. Ruw houten planken en vergeten kieren. Want zij behoort al kruipend tot de dieren die voortbewegen op hun voet en hand. Zij heeft zichzelf aan de vloer verpand om deze voor de voeten te versieren van dichters, predikanten, kruidenieren, want er is onderscheid van rang en stand.
En nu is het zo net, want nu krijg je de overgang. Hè? We hebben 8 regels gehad, dan komt voor. God zal haar eenmaal op zijn bodem vinden. Gaande de gouden straten naar zijn troon, al slaande met de stoffen op het blik. Symbolen worden tot symbalen in de uren des doods. En zie, haar lot ten hoon zijn daar de dominee, de bakker en de vrouw. Ja, dat is mooi, hè? Maar we hebben zeg maar de lijstwerkjes eraf gehaald en dat moet ik nou schilderen. Gipsplaatje tegenaan? Gipsplaat tegenaan. Isolatie. Ja. Isolatie ook. Ja, dat wist je tenminste. En er zit hier ook nog een zolder boven. Maar die is nog gezond. Ja. Ja. Ah ja. Ja, maar dat is niet zo. Ik vind het. Ja. Oh, jullie hoeven niet op te ruimen. Voor zondag en geen donderdag.